Welkom bij Wetenschap 101. Als je je moeder dit jaar echt wil verrassen met Moederdag, breng haar dan eens als ontbijt op bed een bagel die uit twee in elkaar gelinkte helften bestaat. Het idee voor deze bagel komt van George Hart en op zijn website vind je de instructies hoe je het moet snijden. We hebben hier de snijlijn getekend. Je tekent vier punten A, B, C en D op de bagel en daartussen trek je een soepele lijn. En dan snij je op die zwarte lijn de bagel en dan valt hij dus in twee helften uit elkaar die in elkaar zitten. Nou, het snijden is niet heel makkelijk en ik ben niet zo goed met messen, dus ik heb mijn assistent Han gevraagd om even te snijden. Nou, hier komt Han, hallo. En Han gaat dus voorzichtig snijden. En even voor de zekerheid, als je hem ontbijt op bed gaat brengen, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je het zonder die veldstiftlijnen doet. Maar het is handig om het eerst even op één bagel te oefenen met die stiftlijnen. En daarna kan je het dan ook een keer zonder. Dus dan doe je het op een bagel, zodat je hem nog kan eten. Nou, hier zie je even versneld. Oh ja, kijk hier op die. Oeh, het is gelukt. En een van de grote voordelen van deze bagel op die manier snijden, is dat je er extra veel roomkaas op kan smeren, wat natuurlijk altijd goed is. Het wordt wel een beetje knoeien met smeren en hij past ook niet meer zo goed in een rooster. Maar dat zijn details. Ik kan de helft dus al helemaal in elkaar draaien en hij smaakt vast net zo lekker als een gewoon gesneden bagel.